staat op dat dat voor een goed doel is, dus... Sorry Sam, ik ga niet op je wachten. We gaan de closet sale! Het was echt crazy! Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ga vertrekken naar Zonhoven, want vandaag is de grote dag. We gaan de closet sale! Woehoe. Kijk er keihard naar uit. Gaat keihard tof zijn. Ik denk dat ik nog ergens een Red Bull en een broodje of zo ga uithalen voor deze middag. En ik neem jullie mee. Ik ga nog eens zien dat alle katjes hier zijn. Voor ik vertrek. Shelly. Ik zie Milky en Muffin. Milky. Muffin. Ah, daar is Shelly. Oké, goed. Dan weet ik dat er niemand opgesloten zit. In de badkamer of zo. Want anders zou dat zielig zijn, want Sam is er ook niet. Dus ja, ze zijn er allemaal. Mijn outfit vandaag. Ik heb mijn zwarte hoge broek aan. Deze is niet van de Bershka, maar deze is van de H&M. Maar die lijkt echt... dat is echt juist hetzelfde als die van de Bershka. Dus die heb ik aan. Dan heb ik mijn truitje van de H&M van Justin Bieber aan. Eens kijken. Ik was aan het denken om deze schoenen ook nog te verkopen. Ja, oké. Ik ga het gewoon doen. Ik heb hier nog een zak uitgezocht. Snel van de kleren die ik hier had. Ik doe echt veel weg, maar... Ja, langs, dat is zo'n dubbel gevoel. Ik weet niet, langs de ene kant denk ik, ik wil dat niet wegdoen. Langs de andere kant denk ik, jawel. Doe het, dan heb je meer plaats. En zeker omdat ik nog al mijn kleren naar hier ga moeten verhuizen. Ik heb trouwens, Merry Christmas sokken aan. Het blijft altijd kerst. Zo gaan we. Oké, schoenen aan. Ik ga weer trekken. Ik ben aan het rijden en daar is Sam. Hey, Sam! Hij heeft me net al gezien. Hey, wolf. Oké, wij zijn klaar met alles op te hangen voor de closet sale. Ik zal het eens laten zien. Hè. En Celine en ik hebben echt heel toevallig gewoon echt knal hetzelfde aan. Echt waar. Man, man. Buiten verplaatst. Nu staan we hier omdat het binnen echt veel te druk was. Yummy spaghetti gemaakt door de papa van Sarah en Louisa. Dankjewel hè. Het zit erop. Amai. Het was echt crazy. Er was zoveel volk dat hadden we echt niet verwacht. Dat was echt niet normaal. We dachten echt oh. Shit, het is echt super veel volk. Ik ben nu trouwens even gestopt, want ik heb de rest van de kleren hier in de kledingbak gedaan. Er is ook nog een deeltje wat ik nu ook nog verkoop op United Wardrobe. Ik zal de link in de beschrijving hieronder zetten. Maar echt zo de rest nog wat ik dacht, dat ga ik niet nog eens verkopen, heb ik nu in de kledingbak gedaan. En dat gaat naar het
Salvatoriaanse hulpactie en ontwikkelingshulp. Dus ik ben benieuwd, want ze zeggen vaak bij de groene bak, dat wordt toch daar niet voor gebruikt en er worden vodden of zo van gemaakt. Maar ja, je weet dat toch nooit, denk ik. Hè. Ik kan nu toch niet checken als dat daar terecht gaat komen of als dat voor andere dingen gebruikt gaat worden. Alleszins, er staat op dat dat voor een goed doel is, dus ik heb het maar gedaan. Hopelijk hebben er nog mensen veel plezier aan. Ik ben terug thuis. Ik heb ook nog even nog een paar foto's gemaakt voor op United Wardrobe te zetten. Van een paar dingen die niet verkocht waren. Dus alles staat er nu op. Als ik nog nieuwe stuks bij heb die ik denk die wil ik verkopen, dan ga ik die er ook op zetten. Ik heb trouwens ook een perspakketje gekregen wat ik jullie nog wou laten zien. Want dat is echt super mooi. Kijk hoe mooi dat is. Ik kwam echt zo in dit doosje met die roosjes. En het is de nieuwe parfum van Givenchy. Live Irresistible. Waarschijnlijk. Ik wou irrestable of zoiets zeggen in het Frans. ik weet niet waarom. Dat is kei mooi. En de parfum ruikt trouwens echt heel goed. Ik heb hem al 2 keer of zo opgespoten. Ik ga hem bij de parfums zetten. Hier. Tadaa. Bij al onze parfums. Ik ga deze van Sam misschien wegdoen. En mijne daar zetten. Dit is trouwens wel echt nog mijn favoriet momenteel. Dat is You. En ik denk dat die... Because It's You van Emporio Armani. Die heb ik van mijn papa gekregen bij kerst. En dat is echt mijn favorietje momenteel. Oké, sorry Sam. Ik ga uw parfum in de schuif zetten. Doei! Ik heb ondertussen ook Esaki besteld. Want ik heb heel veel honger. Maar er is niks in huis om te koken. Dus ik dacht, ik bestel gewoon Esaki. Ik doe het gewoon. En ik heb ook voor Sam besteld. Want ik denk dat hij zelfs naar huis komt. Ik weet niet als ik al heb gezegd waar dat Sam was of wat Sam is gaan doen. Maar Sam was dus gaan verhuizen bij Sophie en Claudio, 2 vrienden van ons. Ja, ik kon niet gaan omdat ik closet sale had. En dan is Sam ook heel even vandaag langsgekomen op de closet sale zelf. Was hij even, maar het was zo gigantisch druk dat hij zei van oké, ik ga terug door. Het was echt niet normaal. Maar ja, voor de rest is die hele dag gaan verhuizen bij Sophie en bij Claudio. Dus veel werk. Die gingen nu naar van een appartement en nu hebben die een huis gekocht. Dus die gingen nu naar hun huis. Ik kan niet wachten om een huis te zien, want ik denk echt dat het een heel mooi huis is. Heel speciaal. Maar dat zal er binnenkort zijn. Mijn pittekussen is klaar. Ah, stil. De regels, hè. Jee, maar het is bijna het einde, denk ik. En ik heb ook super veel spierpijn. Echt gigantisch veel spierpijn. Niet normaal. Van te sporten. Ik ben vrijdag en zaterdag heel hard gaan sporten. Het is vandaag zondag. Als jullie dit zien, is het maandag, denk ik. En ik heb echt zo fel me gegeven. En ik heb echt pijn. Mijn schouders doen pijn. Mijn armen doen pijn. Mijn buikspieren doen pijn. En mijn poep doet pijn. En mijn bovenbenen doen pijn. Dus er is niet iets wat niet pijn doet. Maar ja, dat is wel zo nu het gevoel van... Yes, ik heb keigoed gesport. Yes, Esaki is hier. Woehoe! Oh, ik heb zoveel honger. Het heeft echt 90 minuten geduurd. Het is nu 8 uur. Dus, oh, ah, is heet. Het is tijd om te eten. Sorry Sam, ik ga niet op je wachten. Want het duurt te lang, hè. Dus ik ga al eten. Sam is echt nog altijd niet thuis. Dus ik heb gezegd, ik ga al eten. Want ik heb honger. Ik was zo gulzig met eten. Dat ik ben vergeten om mijn eten te filmen. Ik ben nu nog edamame aan het eten. Ik heb er nog een paar. Juist. Kei lekker. Maar ik had teriyaki. Vegetarische teriyaki had ik dus met tofu.
Maar ik heb die tofu nu gegeten, want dat was zo heel waterig. Maar de edamame eet ik wel vallen. En Melky heeft ook al 3 edamame gegeten. Die bonen eruit. Die. Oei, dat is vies, hè? Oei! Milks, alles oké? Okay? Ik weet niet of katten dat mogen eten, edamame. En die zat weer te janken. En ik dacht, ja, dit eet je toch niet. Dus ik geef dat en die eet dat gewoon op. Maar ja, dat zal wel niet zoveel kwaad kunnen, denk ik. Sam is ondertussen ook terug. Sam! Ja. Hey. En ik ga al de comment of the... De... doen. Ondertussen. En de comment of the day van vandaag... is van Hanne Franke. En Hanne vraagt... Zou jij eens een home tour willen doen? Superleuke vlog. Dankjewel ten eerste. En gaan we eens een home tour doen? Oké. Ja? Ja, is goed. Oké, Hanne. We gaan een home tour doen. Dus ik denk dat die binnenkort wel ergens zal komen. Zeker nog wel februari of begin maart. Dankjewel, Hanne, voor de comment of de... Doei! Had je een leuke dag? Ja, leuk. Vermoeiende dag? Vermoeiende dag, maar het is wel goed geweest. Je bent zo lief om te gaan helpen. Ja. Het zag er echt goed uit. Mooi huis. Ja, ik zei het. Ik ben heel benieuwd om een huis te zien. Mooi huis. Echt iets vooruit. Oké. Kei tof. Oké, we gaan de vlog afsluiten hier, want wij gaan slapen. Doe zeker... 2 vingers in de neus. En wij zien jullie morgen.